Ruben Beukers, volgens mij heb jij dit weekend vooral, hoe heet die man ook weer, Lange Jan gezien met zijn lange nek. En even geen voetbal. Ik heb echt, ik had het hier met jou net over. Ik heb net pas de uitslagen gezien op teletext, notabene. Ik heb niks van meegekregen, hoe of wat. Ja, lekker man. Goed zo. Ja. Nee, dat ben ik serieus. Goed zo. Dat is ook gewoon even goed. Voor de duidelijkheid, ik was in de Efteling, vandaar Lange Jan. Ja, precies. Ja. Inderdaad. Dus we kunnen eigenlijk vrij kort zijn over het voetbal zelf. We hebben heus wel wat meegekregen van wat er allemaal gebeurd is. Het was allemaal fantastisch. Ja. Nee? Nou ja, voor onze Bollenstreek, vooral in de tweede divisie, is het aardig goed uit. Ja, zorg goed uit. Behalve Rijnsburgse Boys dan. Ook nog een heel lang verhaal, heb je dat nog meegekregen? Ik heb wel iets over een penalty gehoord, maar... Klopt, in de allerlaatste minuut. Tackle van Massis Ardien. Ja. Nou ja, die zag eigenlijk gewoon gelijk op de beelden van Fox Sports. Dat was live. Het werd live uitgezonden. Oh. En, maar het was geen penalty? Het was absoluut geen penalty. Tackle op de bal. Oh, die ga ik nog even terugkijken. 89ste minuut. Ja. Bij een 1-1 stand. Ja, dat is goed zuur. Wat ik wel heel goed vond, ik had Bradley van der Meer, de doelman, gisteren aan de telefoon. Die scheidsrechter van dienst, die heeft direct na de wedstrijd ook de beelden gezien. Is naar Rijnsburgse Boys toegelopen en heeft gezegd, ik heb het gewoon verkeerd gezien. Maar daar heb je geen... Daar koop je niks voor, absoluut niet. Ben ik volledig met je eens. Maar daar heb ik wel respect voor als, zeker. Als een scheidsrechter zoiets doet. Dus een VAR in het amateurvoetbal. Dat komt steeds dichterbij. Nou ja, als er toch camera's bij aanwezig zijn, dan zoals Fox Sports, dan zou ik het bijna kunnen doen. Ja. Maar dat kan je natuurlijk never nooit niet, want ze kunnen niet bij elke wedstrijd zo aanwezig zijn. Goed. Dus. Nou ja, dat even... Zonder voor Rijnsburg dan, als ik het zo hoor. Ja, absoluut. Ik zie op zaterdag natuurlijk geen wedstrijden meer. Dus op zaterdag kunnen we eigenlijk vrij weinig er echt over zeggen. En ik was er niet, dus ja. Jij was er niet. Behalve dat we de uitslagen natuurlijk een beetje enigszins kunnen doornemen. Ja. Zondag heb ik nog wel een potje gezien. Vertel. Van Nispe. Kijk. En wat ik nou het heerlijke af en toe van dat soort wedstrijden vind, is gewoon die... He, dat ouderwetse van de derde klasse. Toch gewoon een echte amateurclub. Echte amateurclub, in al zijn vezels. Ja, ja. Dat vind ik af en toe ook wel leuk. Dat je aan die bestuurstafel zit. Dat je een beetje zit te grappen met de afgevaardigde van de tegenstander. Daar heb ik echt lol om gehad. En gewoon met de mensen van de club langs de lijn gestaan. Niet op de tribune, maar echt gewoon langs de lijn. Ja, dan het oude... misschien is het een beetje lullig om te zeggen, met oude kelderklassengevoel krijg je daar dan wel een beetje bij. Dat is een gevaarlijke opmerking die man. Nee, ja, maar goed, we hebben het wel over... We snappen wat je bedoelt. We hebben het over de derde klasse. Sommige derde klasse, ja. Zeker. Maar dan even inhoudelijk op het voetbal, want je hebt genoten van alles eromheen. Ook genoten van het voetbal. Of moeten we dan ook antwoorden, ja, het is sommige derde klasse. Goeie vraag. Zij misten van Nispe Jelle Vleugel. Zij misten Ferdy Smit. Kijk. Zij misten Joost Ferwer. Allemaal gasten die al jaren in dat eerste elftal spelen, maar er niet bij waren om verschillende redenen. Blessures, ik geloof dat ook een van de heren op vakantie was. Ja, dat heb je erbij. Ook, dat hoort dan ook weer bij de derde klasse, ja, hè? Ja, dat je ja. op vakantie bent in een inhaalweekend. Dus het was niet altijd even goed. En ze hadden vorige week van MMO verloren, stond er 2-0 voor, verloren met 3-2. En dan zie je een elftal staan wat een gemiddelde leeftijd heeft van 20, 21 jaar. Okay. Tegen een Spaanwouden, wat eigenlijk, dat komt dan uit West 1. Dat wordt wat sterker klopt. Gezien daar in de zaterdag. Klopt. Of op zondag, sorry. Ja, klopt. Dus ja, dan voel je het eigenlijk al een beetje aankomen voordat je überhaupt naar Van Nispe toe gaat. Om dit lang verhaal kort. Ja, inderdaad. Einduitslag 2-2. Kijk. Dus dat vond ik, dat was echt goed een positief resultaat. Punt. Ja. Tristan. En dat zei Roy Schulps, want zei dat ook. Daar ben ik gewoon echt wel trots op. Gasten die het nu moesten laten zien, omdat die de ervaren jongens er niet bij waren. Ja. Die hebben het laten zien. En 2-2 geknokt tot het einde en die viel ook in de allerlaatste minuut. Zeker. Ik denk dat je daarmee gewoon de zondag moet afsluiten. Wel heb ik net te horen gekregen dat Hillegom is periode kampioen geworden. Toch knap? Ja, nee, dat is waar eigenlijk. Wel een ja. bizar, dat was wel bizar, dat weet ik nog wel. Want je had Wip Polder moest tegen... Olivio. Dankjewel. Of andersom. En het was zo dat een van de twee die mochten niet winnen. En als de ander won, dan moest die... niet een zoveel aantal doelpunten maken, dus het is allemaal niet gebeurd. Dus de hele Gom heeft de eerste periode. Knap. Ja, dat is echt knap. Als je degradeert, dat je dan wel gelijk weer een eerste prijs te pakken hebt. Dus die spelen sowieso, als ze geen kampioen worden, weer een A-competitie. Dat is toch wel een beetje traditie in een hele Gom. Ik vind het hartstikke leuk, maar dat betekent weer dat ons seizoen doorgaat tot 1 juli ongeveer. Nee, het record, dat is volgens mij, die heb ik te pakken gehad. Die heb jij te pakken gehad. Ik was gewoon 12 juli nog bezig. Iedereen lag op het strand en ik zat nog een beetje heel erg op te volgen. Ja. Dat was wat er. Dat was wel 2 jaar geleden inmiddels alweer. Anderhalf jaar. Tijd vliegt.
Absoluut. Dus dat wil ik even de zondag mee afsluiten. Ja. Verder, ik denk dat wij nu alleen maar wij gaan speculeren, want ja, er gebeurde wel een hoop afgelopen. Dat is ook wel weer leuk. Speculeren, ja. Dat hoort ook een beetje bij dit item. Daar gaan we het natuurlijk vooral over. Nou ja, laten we beginnen met de man van vorige week een oproep deden. Althans ik. Of je even duidelijkheid wilde geven. Ik heb nog een bericht van hem gehad. Ja, ik heb nog een erf, ja. Nog gewoon succes gewenst voor jou. Ja. Leuke tijd gehad en bedankt voor alles. En we spreken je wel weer. Toen zei hij ook van, ik hoop via deze manier ook jou geïnformeerd te hebben. Dat vond ik wel grappig. Dat had hij tegen jou ook gezegd, ja. Geloof ik. Hè? Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou ja, gewoon ja, grappig. Maar het zat eraan te komen. Ik bedoel, ik kom de club die net een trainer naar Feyenoord heb zien gaan. Voor een flink berg geld, wat je dan begrijpt. En die kunnen weer een flinke berg geld aan VSB geven. Dus... Ja, ik hoorde wel dat flinke onderhandelingen nog zijn geweest. Ja? En eigenlijk is dat ook niet zo gek, hè? Want VSB hoeft mij dus niet kwijt. Het deed ook gewoon goed, hè, daar. Arjan Broekhoff zit natuurlijk, is zelf ook ondernemer. Die weet heus wel hoe je dat varkentje moet wassen, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat VSB daar wel wat geld aan over heeft gehouden. Terecht. Ja. Ik vind, voordat we gaan speculeren, ik vind wel dat Erik Meijers... Eigenlijk mag hij VSB dankbaar zijn, want Erik Meijers heeft echt zijn beeld als mens, vind ik, echt veranderd doordat hij bij VSB aan de slag is gegaan. Want we hadden natuurlijk allemaal een lacherig en... Vanwege zijn documentaire. Ja, een beetje dat dacht van wat een gek idioot komt er nou ineens. Maar dat heeft hij echt in een jaar tijd heeft hij dat Nee, en daarom vind ik, je ziet nog steeds wel eens mensen op social media eronder reageren met... Belachelijk persbericht van Spaak, even serieus, dat sloeg helemaal nergens op. Jij kwam er mee? Ja, nou ja, goed. Jij vond het opmerkelijk? Ja, sorry dat je nu voor de... Nee, het enige is dat opmerkelijk is dat je daar in je persbericht weer over begint. Ik vind dus, het echt onbegrijpelijk. Dat allemaal... Succes, Erik, in terzijde, Spakenburg. Ik vond, ik had Frans van Nieuw aan de telefoon, aanvoerder van VSB. Die zei ook van, hij heeft echt een hele goede indruk achtergelaten in het jaar dat hij hier heeft gezeten. Ja, ja. En de man, zoals wij die allemaal kennen van de documentaire, dat is niet de Erik Meijers... Die wij hier hebben gezien. En zo ken ik hem ook niet. Zo zou ik het ook niet. Nee, absoluut niet. Nee, volledig mee eens. Maar. Zou Frans van Nieuw ook wat voor type trainer dan moet komen? Nou, wat Frans van Nieuw wel zei, is dat VSB ook aan spelers vraagt. Waaronder Frans van Nieuw. Die is dan natuurlijk de aanvoerder en dus ook het klankbord, denk ik, tussen selectie en bestuur. Ja. Dat ze wel aan de spelers een soort trainingsprofiel vragen. Van wat willen jullie graag voor de groep zien? Dat moet natuurlijk ook wel een beetje kloppen met elkaar. Ja. Toen zei Frans van Niel er gelijk bij. Van wat ik het liefst heb, is niet dat er nu weer een interim komt voor 6-7 maanden. Maar dat we gewoon weer verder kunnen met een nieuwe trainer. Dus dan ga je trainers krijgen die nu vrij zijn. Dan is het nu voor ons tijd om te speculeren. Ja, nee, dan wordt het helemaal een inkoppertje. Ik denk dat het Richard Plug wordt. Die wordt net weggestuurd bij DVS natuurlijk. Nou, Richard, geef maar aan, wanneer mogen we je bellen van de week dat je wordt... Oh, je gaat het bij Richard Plug ook al Nou ja, vorige week heb ik het geholpen, dus denk ik dat deze week ook... Nee, maar dat lijkt me toch wel een soort van droomkandidaat. Heb het uitstekend gedaan bij Odin, woont dan in de buurt ook nog eens. Is volgens mij, komt mij over als een nuchtere, normale vent. Ik denk dat hij daarom ook dat bij DVS niet helemaal... Heeft het toch eigenlijk gewoon goed gedaan trouwens bij DVS, om te bedenken. Ja, het enige wat we daarvan... Kijk, weet je, wij wonen niet in die regio, dus we kennen niet alle ins en outs. Het enige wat we daarvan lezen is dat het dus geclashed is tussen de TC en Richard Plug. Maar dat is het enige wat ik daar ook echt inhoudelijk maar wat over kan zeggen. Okay. Maar je zou kunnen zeggen Richard Plug. Aan de andere kant, wat je ook kan doen als VSB zijnde... Ja, je hebt een bakje geld gekregen van Spakenburg... Dat kan je in de club steken. Maar je kan ook zeggen, daar gedeelte daarvan gaan we weer gebruiken om iemand anders ook weer los te weken. En ik denk dan aan de naam. Ja, zeg het maar. Ja, ik vind het nog altijd iemand die bij PSV. PSV. Je hoort dat? En ik bij VSB past. Ja, denk toch altijd aan Marcel IJzendoorn. Heeft er ook gezeten, toch? Ja. Eventjes. Ja, nee, maar meer. Hij was toen even interim. Omdat... Oh, wie was dat? Was dat Steve Roodakkers of Thijs Schippers? Een van de, nou ja, die ja, nou ja, goed. Toen heeft IJzendoorn het eventjes overgenomen. Heeft ze op dat moment zelfs nog in de hoofdklasse toen gehouden. Of topklasse? Nee, was topklasse zelfs. Tegen Gemert. Het was in ieder geval een wedstrijd die ik nooit meer zal vergeten. Waar ik zelf toevallig ook bij was. Blijkbaar wel, want je wist niet meer het niveau. Anyway, in ieder geval, jij ziet dat... Topklasse. Ja, daar ben ik vrijwel zeker. Jij denkt dat... Ja, maar die twee passen gewoon nog bij elkaar. Nou ja, misschien dat er al gebeld is. Dat is waar. Maar dus ik zou mij niks verbazen als die het zou zijn. We hebben nog twee clubs die we moeten invullen.
Want en Robert de Ruiter gaat weg bij Lisse. En Jimmy Simons gaat weg bij Rijnvogels. Nou, zou ik het niet raar vinden als daar een soort van switch komt tussen trainers. Ik denk dat Robert de Ruiter er gewoon nog steeds goed op staat in de Bollenstreek. Denk ik echt. Dus jij zou in dat geval ook, ik moet de andere kant op. Je zag nou net ongeveer het plafond hier. Maar jij denkt dus eerder dan... Nou, maar ik zie Robert de Ruiter niet zo heel snel naar Rijnvogels gaan. Nee, of wel? Nou, het is wel hij heeft gezegd, ik ben een bouwer. Beetje wat Kees Zettelval had gezegd, ik ben een bouwer. Maar dan kiest hij er wel voor om een niveautje lager trainer te worden. Ja, maar ik denk dat Rijnvogels, er zit echt wel muziek in. Als de club... Kijk, maar dat moet je eerst afwachten wat de club zou meteen willen. Want daar zijn ze nog niet uit, geloof ik. Wat ze willen. Nee, volgens mij ook niet. Kijk, als de club wil, dan zou dat een goede keuze lijken. Je kan ook kiezen voor een jonge trainer. Die kan sowieso bij die jonge, bij deze clubs. En bij Lisse, ja. Dan hebben we het dus over de Thomas Duivenvoorde. Ja, noem ze maar op, zeg maar. Best een heel rijtje. Dat zie ik wel gebeuren bij deze clubs. En Simons, die wordt heel erg gelinkt aan Lisse. Aan Lisse, ja. Ja, vind ik ja en nee. Ja, heeft een verleden bij de club. Dus is dus oud voetballer, om het zo even te zeggen. Komt op mij altijd goed over in als ik hem spreek, zeg maar. Ook weer nee, want dat we wel zijn. Wat heeft hij gepresteerd, Rijnvogels? Zeg ik even zachter. Ja, nee, hij heeft wel gewoon goed materiaal gehad bij Rijnvogels. En dat is dan wel weer hetgeen waarvan ik denk, ja, jongens... Je bedoelt, hij heeft geen prijzen gepakt. Hij heeft geen prijs. Hij heeft bij KG heeft hij trouwens wel heel goed gedaan, want ik weet, en bij Hoofdorp heeft hij ook goed gedaan. Maar Rijnvogels, kijk, ik zie het ook te weinig, hè. Dus als ik bij een 10 wedstrijden van Rijnvogels had gezien, had ik ook wel had gezegd van, ja, die spelen zo goed voetbal. Ja. Dat is het enige waarvan ik denk van, ja, als je echt weer terug naar de top wil, hij heeft geen prijzen gepakt. Dat is het enige wat mijn tegenargumenten zijn. Verder aardige kerel, prima. Ja. Beetje vurig, riskant antwoord dat ik... De enige naam die ik ook wel eens aan de Bollenstreek gelinkt hoort worden, maar die hier nog nooit gewerkt heeft, is die nu bij AFC werkt, Mark Evers. Ja. Die naam hoor ik ook wel eens vallen hier in de Bollenstreek. Dus het zou mij niks verbazen. Die heeft geloof ik bij AFC aangegeven... van dat hij eigenlijk het liefst wel weer ergens hoger op wil. Maar als hij voor december niet iets heeft gehoord van, nou ja, Lisse, Rijnvogels, bij wijze van spreken, dan dat hij dan toch bij AFC blijft. Ja. Het zou mij niks verbazen als Mark Evers ook wel ergens op de lijstje staat van de TC's. En ik sluit ook niet uit dat Lisse de trainer van de tweede doorschuift. Dat schijnen ze intern ook wel... Is dat niet Richard van Heijden? Ja, Richard van Heijden. Intern echt heel positief over te zijn. Kijk, en Lisse hebben wel gewoon, en Rijnvogels ook, ze hebben als voordeel dat ze in de Bollenstreek zitten. Ja, zijn daar ook gewoon grote clubs. Dus ik denk dat die echt wel trainers kunnen krijgen. Gewoon echt goede trainers. Dus ik ben benieuwd. Ik vind dat sowieso trainerswissels vind ik altijd wel grappig. Interessant. Interessante tijd dit. Heel interessant. Heel interessant. Alright. Heb je nog primeurs? Nee, ik heb geen primeur, maar ik moest gisteren wel lachen. Ik stond bij Van Nispen. Stond ik aan de lijn met Stefan de Groot. Die ken je ook wel als grensrechter en als VAR. En aan de andere kant stond er... Ja, die is ook assistent VAR in de Eredivisie. Ja, serieus? Ja, dat was ik niet. Heeft onlangs nog Groningen-Heerenveen gedaan. Ja. Dus daar stond ik mee, maar ook met Wouter de Kok en met Frank Intorn, die van Nispen Zaterdag zijn. En de trainer van Spaarnwoude, dat is Stefan Spruit. En Stefan Spruit staat natuurlijk ook op papier als trainer van Nispen Zaterdag. Dus er werd gisteren al een paar keer een grapje richting Stefan Spruit gemaakt. Het is zondag hoor, wat doe jij hier? En dat soort dingen. Ja, goed. Die hoor je natuurlijk wel vallen. En toen hadden we het gewoon over voetbal. En toen zei Stefan de Groot op een gegeven moment tegen die gasten van de zaterdag van pas op wat je hier zegt, Frank die staat er. En straks dan hoor je het in het 1-2'tje op maandagavond. Zo is wel hoe wij aan het werken. Zo horen wij ons primeurtje inderdaad. En toen zei Wouter de Kok van de komende week gaat Stefan Spruit eruit, want de resultaten bij ons die zijn hartstikke slecht. Nou ja, goed. En dat zei hij met een dikke glimlach, want hij weet natuurlijk zelf ook, eigenlijk bepalen zij natuurlijk zelf wat daar allemaal gebeurt. Het is één grote vriendenteam.
En Stefan Spruit, die staat natuurlijk op papier. Ze schijnen wel met de zondag mee te trainen tegenwoordig. Een aantal gasten van de, van de zaterdag. Primeurtje dan. Oh, dat is toch nog een soort van primeurtje inderdaad. Dat hoorde ik naar Farien de Jong dan, die ook dingetjes voor ons natuurlijk doet. En die zat ook te vertellen, ze trainen nu met de zon met onze mee. Wel slim, het zijn zondag, de gasten die misschien willen dan twee keer trainen in de week. Ja, dat zijn geloof ik 4 tot 6 gasten ongeveer. Ja. En die trainen mee met de zondag. En dat is voor de zondag win-win. Ja. Want dan komt de kwaliteit op de trainingen bij. En voor de zaterdag is het win-win. Want ze kunnen hun conditie op peil houden. Dit vind ik dan oprecht gewoon nog een primeurtje. Dus doe ik even, hè? Gewoon een weekend aanwezig. Zo is dat. Een weekend aanwezig en toch primeurtjes uit je mouw. Ik vind het mooi geweest. Want ik vind het knap dat eruit gehouden voor twee gasten die geen wedstrijd hebben gezien. Dat is waar. Ik ben op de zondag. Ja, dat is waar. Goed. Je batterij is er ook klaar. Ja, mijn batterij is er klaar mee, maar alles doet het nog wel. Deze is er ook klaar mee, de batterij. Dus het is tijd om te sluiten. Ruben, dankjewel weer voor deze week. Tot volgende week, denk ik. Ja. Oké. Ciao. Mazzel.